Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over Romeinen 8, vers 31 tot en met 39, meer dan overwinnaars. Ik wil dit gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte wordt ook wel het zegenlied genoemd. Het is een loflied waarin de zekerheid van de verlossing wordt bezongen. Als de Heere aan onze kant staat, dan zullen wij zeker overwinnen. De Heere heeft een verbond met ons gesloten en hij zal altijd trouw zijn aan zijn verbond. Blijkbaar zijn wij voor hem van grote waarde, anders had hij zijn zoon niet gegeven om ons te verlossen. Hoeveel zijn wij eigenlijk bereid op te geven voor de Heere? Als het werk in zijn koninkrijk ons iets kost, hoe snel haken wij dan af? Christus heeft geleden voor onze zonden, waardoor wij nu gerechtvaardigd zijn. Niemand kon ons nu meer verdoemen. God is almachtig. Als hij ons vrijspreekt, dan kan niemand ons meer veroordelen. Er is geen grond meer om ons nog te beschuldigen, omdat Christus de straf al gedragen heeft. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Dat wil zeggen, zijn liefde voor ons. Wij als mensen zijn zwak en zullen niet altijd volharden in onze liefde voor hem. Maar zijn liefde voor ons zal wel stand houden, dag in dag uit. Niemand zal daar iets aan kunnen doen. Jezus heeft enorm moeten lijden voor onze zonden, maar door dat alles heen is hij nooit gestopt ons lief te hebben. Wij zijn overwinnaars, maar dat is niet onze eigen verdienste. Wij hebben daar helemaal niets aan bijgedragen. Het is puur genade. Daarom mogen we ook zo zeker zijn. Als het afhankelijk was van ons eigen handelen, dan zouden we zeker nog kans zien om het te verprutsen. Maar nu de overwinning van hem komt, kunnen we erop vertrouwen dat niets of niemand ons die overwinning meer af kan nemen. Met de zekerheid van de overwinning van Christus mogen wij vol vertrouwen in het leven staan. Wat er ook gebeurt, ons behoud kan ons niet meer ontnomen worden. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.